Het gaat om de bigger picture. Nederland, we zijn een trots land, maar we zijn ook een klein land. We zijn een land wat handel drijft en dus ook afhankelijk is van andere Europese landen. En daarom is het juist belangrijk om een collectivistisch besluit te nemen over hele belangrijke vraagstukken. Bijvoorbeeld asiel, migratie, dat zijn allemaal belangrijke topics. Wat je niet als land op kan lossen. En daarom is juist de EU zo belangrijk, dat je als collectief afspraken maakt die er echt om gaan. Ik denk dat er te weinig informatie is. En ook wanneer er iets wat minder leuk besluit wordt genomen voor ons dan als Nederlanders, dan wordt heel snel met het vingertje naar Brussel gewezen, terwijl uiteindelijk hebben onze eigen politici, ja, we hebben de mensen gekozen en de politici in Nederland hebben daar ook weer, zijn ermee akkoord gegaan. Naar de jeugd wordt ook, naar mijn mening, veel te weinig geluisterd. Maar daarom is het juist zo belangrijk dat de jongeren hun stem laten horen om te laten zien aan de politici dat de prioriteit naar de jongeren moet liggen. Er zijn ook heel veel verschillende andere manieren om je stem te laten horen, de straat op te gaan, veel discussies op te zoeken met andere leeftijdsgenoten en zo tot een betere inzicht te komen en dus ook meer te participeren over belangrijke Europese stellingen.